In deze video licht ik twee nieuwe features in Google Maps uit die mogelijk zijn dankzij AI. En wil je nou alle nieuwe features ontdekken? Klik dan alvast op het artikel in de link in de beschrijving. Immersive View is steeds vaker te zien in Google Maps, maar wat kan je ermee? Typ je route in op Google Maps en klik op Live View. Je camera wordt geactiveerd en zo zie je live waar je heen moet. Je volgt op die manier de aangegeven route. Met deze feature kun je elke stap van je reis letterlijk zien met je camera. Dit wordt mogelijk voor rijden, fietsen en lopen. En Google zal in deze feature zelfs nog de weersomstandigheden en het verkeer inschatten. Met de Conversational Search feature is het mogelijk om allerlei suggesties te krijgen van Google. Typ bijvoorbeeld in de zoekbalk hip koffietentje in Utrecht, want die zoeken we allemaal. En Google Maps komt met allerlei suggesties. Niet alleen dat, Google sorteert de resultaten voor in verschillende categorieën, zoals hoe duur het is, brunchtentjes, cafés, restaurants en meer. Ook worden er voldoende foto's weergegeven. Nu is de suggestie voor een koffietentje natuurlijk vrij concreet. Maar stel je typt in wat te doen op een regenachtige dag in Utrecht. Zelfs dan geeft Google Maps passende suggesties. En zo zijn er nog meer nieuwe features aangekondigd. Sommige zijn nu al te gebruiken en voor andere moeten we nog even geduld hebben. Gebruik jij Google Maps veel, net als ik, dan zul je vast enthousiast geworden zijn over alle nieuwe mogelijkheden.